deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een anti-haul voor jullie. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wat een haul is. En dat is waarin je gaat laten zien wat je allemaal hebt gekocht en dat soort dingen. Maar dit is dus een anti-haul. Dus ik ga laten zien wat ik niet ga kopen. Dat klinkt een beetje raar, maar dit soort video's zijn altijd best wel leuk om te kijken. Tenminste vind ik. Ik heb al één keer zo'n video gemaakt en dit wordt dus de tweede keer. Dus ik ga mij vandaag opmaken en terwijl ik dat doe, ga ik vertellen welke producten ik niet ga kopen. Misschien dat ik ze ooit binnenkrijg of zo, maar ik ga ze in ieder geval niet kopen, omdat ze mij om welke reden dan ook gewoon niet aanstaan. De look die ik vandaag ga maken is ook gewoon een hele draagbare everyday look. Tenminste, everyday voor mij, want dat kan wel eens verschillen met jullie. Dus dat is ook wel weer leuk. Dan zie je ook weer een meer draagbare look op mijn kanaal, in plaats van altijd maar al die heftige kleurrijke looks. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Omdat dit echt een praatvideo wordt, ik moet dus heel tijd praten terwijl ik me opmaak, kan het zijn dat ik misschien af en toe vergeet om te vertellen wat ik gebruik. Maar er staat beneden in de beschrijving sowieso een hele lijst met wat ik allemaal heb gebruikt. Dat doe ik zo echt bij elke video. Ik ga beginnen met primer en foundation. Als primer gebruik ik mijn Milani Rose Primer. En als foundation mijn Fenty Beauty Foundation in de kleur 240. Ik ga beginnen met het eerste product die ik niet ga kopen. En dat is van Jeffree Star Cosmetics, het Cremated palet. Dat paletje sprak mij echt totaal niet aan, omdat het echt vooral grijzige kleurtjes zijn. En grijs staat gewoon niet met mijn huidskleur. Ik ben echt meer een goudwarme persoon. Dus alles wat een beetje grijs is, of een grijze ondertoon, of wat dan ook, staat in principe niet echt met mijn huidskleur. Ik maak wel af en toe dat soort looks, maar dan is dat gewoon puur gewoon omdat ik wil afwisselen en het gewoon leuk vind om verschillende looks te maken. Maar het is absoluut niet omdat ik denk dat het mij staat. Ik had al in mijn hoofd dat ik deze video ging maken. En toen had ik ook al in mijn hoofd dat ik dus over dit paletje ging vertellen. Maar in de tussentijd is er ook allemaal sensatie gekomen. Ik denk dat veel mensen al wel op de hoogte zijn daarvan. Maar misschien ook een aantal niet. Er is echt een super grote sensatie omtrent hem, Tati en Shane Dawson. Het is te veel om voor mij hier helemaal uit te leggen. Maar er is echt super veel sensatie going on. Als je een soort van samenvatting wilt zien, kun je naar het YouTube kanaal gaan van T-Spill. Daar staan heel veel video's erover. Maar ik zal het even heel kort vertellen wat er nou onlangs is gebeurd. Er zijn allemaal tweets en berichten en dat soort dingen gevonden van hem en van Shane. Waarin ze allemaal gewoon best wel racistisch zijn en dat soort dingen. Dat is voor hem niet echt iets nieuws, want ja, dat is al vaker gebeurd bij hem. Maar hij zou zijn veranderd. En ik heb het by the way over Jeffree Star. Maar hij zou zijn veranderd en zo is hij niet meer, bla bla. Dat was allemaal vroeger. Ik ben ook echt all about tweede kansen. Als je dat ooit hebt gedaan en nu oprecht bent veranderd, weet je, prima. Mensen veranderen, mensen maken fouten, dat soort dingen. Maar nou wordt er dus weer gezegd dat hij nog steeds zo is. En even kijken, een weekje geleden of zo volgens mij, als deze video online komt, dan is het al 2 weken geleden, heeft Tati een video geplaatst. En oh my god, mensen, de wereld stond op zijn kop. Zij heeft al 1 jaar geleden heeft ze een video gemaakt waarin ze James Charles exposed. En nou heeft ze een video gemaakt met dat ze daar een spijt van heeft en dat ze werd beïnvloed door Shane en Jeffree. Dus dat hun haar hebben gemanipuleerd en dat hij slecht praat over mensen en gewoon continu negatief is. En dat hij gewoon, ja, al met al een slecht persoon is. Dus nou valt weer iedereen over hem heen. Dus er is zoveel sensatie. En nou heb ik ook wel iets van, ja, oké, weet je wel, er blijft maar sensatie komen over jou. Er blijven maar dingen gebeuren. Kijk, op een gegeven moment, ook al had ik wel het gevoel dat hij misschien zou zijn veranderd, nou heb ik weer het gevoel van, oké, misschien was het gewoon allemaal nep. En was dat gewoon allemaal in een act. Dus nou kom ik op het punt dat ik helemaal zijn producten niet meer wil gebruiken. En dat is echt super jammer. Want hij heeft echt super veel goede producten. Ik ga even concealen met mijn Elf concealer. In de kleur medium sand. Ik vind zijn cosmetica lijn echt amazing. Hij maakt super goede producten, super goede kwaliteit, echt de prijs waard. Maar ja, als iemand zo verrot is, dan wil ik mijn geld niet meer aan jou geven. Want daar komt het op neer. Als je zijn make-up koopt, geef je jouw geld ook gewoon aan hem. Want het is gewoon zijn lijn en alle winst is gewoon voor hem. Dus ja, ik vind het een beetje moeilijk. Je weet ook niet het hele verhaal en dat soort dingen. Maar ik heb wel geleerd dat als er zo vaak dingen gebeuren met mensen, als ze zo vaak sensatie hebben, dan komt er toch wel een punt waarbij je denkt van, ja, oké, misschien ligt het gewoon echt aan jou. Want het kan niet zo zijn dat jij gewoon altijd een goed persoon bent, niks fout doet en er maar continu ellende op jou komt. Snap je wat ik bedoel? Dus nou heb ik iets van, ja,
Ik weet niet eens überhaupt of ik hem nog wil supporten. Nou, dit was een beetje een lang verhaal. Ik wilde het alleen maar gaan hebben over het paletje. Maar ja, ik dacht, ik kan deze sensatie niet gewoon over het hoofd zien. We gaan verder met nog een oogschaduwpaletje. En die is van Jaclyn Hill. Volume 2 heet die volgens mij. Dat paletje ga ik niet halen, omdat ik haar gewoon basically niet support. Ik zal vertellen waarom. Ik volg haar echt al jaren. Ik vond haar altijd leuk, maar ik begon gewoon een soort van patroon te zien de laatste tijd. Ze uploaden bijna geen video's meer. Dat is prima. Als jij niks wilt plaatsen, weet je wel. I don't care. Maar er gingen zoveel dingen fout bij haar. En hoe ze dingen aanpakte, ben ik het gewoon niet mee eens. Bijvoorbeeld haar cosmetica lijn. Ze had toen lipsticks die helemaal vies waren en vervuild. En mensen hadden allemaal klachten erover. En ze werden gewoon genegeerd. En dat soort dingen, daar ben ik het niet zo mee eens. En elke keer als ze weer een video uploadde, dan was het iedere keer vlak voordat ze weer iets ging verkopen. Voordat er weer een product van haar uitkwam. Ik ga deze poeder gebruiken van Make Up Studio. En toen had ik echt iets van, oké, dus jij uploadt alleen maar even een video. Zogenaamd voor je fans, weet je wel. Maar het is alleen maar vlak voordat je weer iets uitbrengt. Dus gewoon alleen maar voor die reclame. En dan denk ik van ja, dan ben je gewoon niet echt oprecht. En ik zag dit bij haar zo vaak. En hoe zij dingen aanpakte. En hoe ze gewoon bot doet bij mensen die gewoon iets zeggen. Iets normaals, weet je wel. En dan was ze super bot. En dan na een tijd denk ik ook van ja, girl. Ik weet niet of ik jou nog support. Dan heb ik het gevoel dat het jou alleen maar gaat om het geld. En wanneer ik dat gevoel krijg, ja, dan ben ik er al heel snel klaar mee. Dus ondanks dat ik het wel echt een mooi paletje vind en hem wel zou willen halen, ga ik hem gewoon niet halen. Behalve als ik verandering zie bij haar. Ik moet wel zeggen dat de laatste tijd is ze wel weer meer video's aan het uploaden en zo. Dus ik begin weer gewoon een beetje haar echte ik weer terug te zien. Dus ik hoop gewoon dat ze dit aanhoudt, want ze was wel altijd echt heel leuk. Dus ik hoop dat ze het weer goed komt met haar. Dit wordt gewoon meer een sensatie juice video dan een anti-hal video. Ik ga mijn gezicht contouren met dit Revolution Contour paletje. En ik gebruik deze kleur. En dan met deze gele kleur ga ik ook nog onder mijn ogen. Het volgende product die ik niet ga kopen is van Huda Beauty. En dat is hun nieuwe ballen. En daar kan ik gewoon heel makkelijk in zijn. Heel snel in zijn. Als ik het vertik om aan iets veel geld te besteden, is het wel een domme ass lipbalm. Het is een lipbalm, jongens. Daar ga ik geen 20 euro voor betalen. En dat is gewoon de reden dat ik hem niet ga kopen. Hoe goed hij ook is. Ik heb hier ook een aantal lipbalmpjes van die prijs. Alleen die heb ik gewoon gekregen. Die heb ik niet betaald. En dan als ik ze gebruik, heb ik ook gewoon iets van ja, het is echt geen 20 euro waard. Het is gewoon een lipbalmpje. Snap je wat ik bedoel? Like, waarom zou het 20 euro waard zijn? Dus ja, die ga ik absoluut niet kopen. Het volgende is ook van Huda Beauty. En dat is de nieuwe Huda Beauty mascara. En ook weer hier kan ik heel makkelijk in zijn. Ik heb bijna geen wimpers. Dus ik besteed echt nooit veel geld aan mascara's. Maar dat is echt gewoon persoonlijk. Als ik wat meer wimpers had gehad. En ik niet altijd mijn neppen op had gedaan. Dan had ik dat misschien wel gedaan. Want ik heb ook de video gezien van Huda Beauty. Echt van Huda op de Huda Beauty YouTube kanaal. Over die mascara. En hij oogt gewoon echt heel goed. Ik denk dat als ik gewoon normale wimpers zou hebben gehad, ik hem echt wel zou hebben gekocht. Maar nou gewoon omdat ik toch altijd nep wimpers opdoe en zo, heeft het voor mij echt geen nut om veel geld te besteden aan een mascara. Dus vandaar. Het volgende is van Milani. Milani heeft een hele Tutti Frutti lijn. Tenminste, volgens mij heet die Tutti Frutti iets met fruity. Dat weet ik wel. En ik hou van Milani. Ik vind het echt een fijn, semi-betaalbaar merk. Het is nog wel ja, een drugstore merk. Maar de prijzen zijn wel een beetje aan de hoge betaalbare kant. Als je begrijpt wat ik wil. Even een beetje fixes voor je, jongens. Maar de lijn spreekt mij gewoon totaal niet aan. Volgens mij is het een fixing spray en iets voor de ogen en lipbalmpjes, lipsticks, dat soort dingen. Het spreekt mij gewoon niet aan. Ik vind het wel heel leuk, want het is zo kleurrijk en het is zo fruity. En daar ben ik altijd wel van. Alleen de producten spreken mij niet per se aan. Wat ik leuk had gevonden is als er misschien een leuk fruity kleurrijk oogschaduwpaletje bij zat. Dan was het toch iets meer echt een collectie. Nou vind ik het meer een beetje, ik weet niet. Ik vind het een beetje een aparte collectie qua producten die ze bij elkaar hebben geraakt. Ik had het echt leuk gevonden als er misschien ook een leuk blushpaletje bij zat. Of weet ik veel. Gewoon iets meer,
Ja, wacht. Ik weet hoe ik het moet uitleggen. De producten van die collectie vind ik meer bijproducten. Je weet wel, als je gewoon een make-up collectie uitbrengt, is het oogschaduw, lipsticks, blush, weet ik het gewoon meer. Dat soort dingen. En dan erbij heb je vaak een setting spray, een eyeliner, dat soort dingen voor erbij. Meer bijproducten. En deze Milani collectie vind ik gewoon een collectie vol met bijproducten. Ik hoop dat jullie een beetje zo begrijpen wat ik bedoel. En dat spreekt mij gewoon niet echt aan. Ik ga even mijn ogen doen. Qua ogen, ik sla de hele oogschaduw stuk over. Dat ga ik niet doen. Ik ga alleen maar een winged eyeliner aanbrengen met mijn Huda Beauty Lifeliner. Dat kan ik niet doen terwijl ik praat. Dus dit ga ik even snel doen. Ik ga ook even snel mascara en wimpers aanbrengen. Ik gebruik mijn NYX On The Rise mascara en mijn Primark wimpers in de stijl 747. Dus deze twee ga ik aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we verder met de video, want wanneer ik dit aanbreng kan ik ook weer niet zo goed praten. Dus ja. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Het is echt belachelijk hoe mooi deze Primark wimpers zijn. Ze zijn echt mijn faves. En ik heb een nude oogpotloodje gedaan in mijn waterlijn en mascara onder. En that's it. Ik ga nou bronzen. Als bronzer gebruik ik deze Makeup Studio Bronzer. En we gaan verder met het volgende product. Tot is de Morphe Cola collectie. Nou, ik moet zeggen, als er kleuren zijn qua make-up die mij niet aanstaan, is het wel heel deze collectie. Ik vind het een beetje een domme collectie, mag ik dat zo zeggen? Het is wel grappig gedaan, zo met cola en zo, maar ik vind het... Ik weet niet, ik vind het gewoon een beetje dom. Ik vind het gewoon echt op niks slaan. En de kleuren in vooral het oogschaduwpaletje, ik weet niet. Dat zijn niet echt kleuren die ik persoonlijk vaak zou gebruiken. Dus er zullen vast wel mensen zijn die dat wel vinden. Ik vind de kleur rood en zo wel heel mooi. Maar gewoon de samenstelling van de kleuren in het paletje spreekt mij gewoon totaal niet aan. En vaak wanneer een collectie er zo uitziet, een beetje een kinderlijke vibe of zo. Ik weet niet of het echt zo is, want obvious heb ik de collectie niet en heb ik hem ook nooit gebruikt. Maar wanneer de vibe een beetje zo kinderlijk is en een beetje zo stupid, dan heb ik ook altijd het gevoel dat de kwaliteit niet goed is. Ik weet niet of het echt zo is, maar dat gevoel heb ik dan. En dan neig ik er toch naar om de collectie niet te kopen. Als blush gebruik ik mijn UMG Cosmetics Baked Blush in de kleur True Terra. Het volgende product is echt één product en niet een collectie. En dat is de nieuwe Tom Ford Foundation. Het ziet er echt prachtig uit. Tom Ford is echt luxury. Het is super luxe. Het is super high-end. Maar het is ook super duur. Deze foundation kost je maar liefst $88. Dat is ongeveer €80 voor één foundation. Nou jongens, hoe goed die ook is. Ik besteed echt niet meer dan, laat ik zeggen, €45 voor een foundation. En dan heb je ook echt al super goede foundations. Zoals de Double Wear van Estée Lauder. Fenty Beauty Foundation die ik vandaag op heb gedaan. Ook fantastisch. Dus $88. Jongens, wat is dit? Daarmee kan ik gewoon... een auto halen. Als highlighter gebruik ik mijn Wet n Wild highlighter in samenwerking met Bretman Rock. Dus dat is de reden dat ik dat product waarschijnlijk echt absoluut niet ga kopen. Er zijn uitzonderingen. Kijk, als ik nou van heel veel mensen hoor dat die echt geweldig is en echt de prijs waard is en dat soort dingen, maar dan moet ik dat echt van veel mensen horen. Dan kan ik er misschien over nadenken om hem toch te kopen. Gewoon puur om te zien wat ik ervan vind. Ook omdat ik gewoon deze video's maak en zo. Is het misschien ook handig voor jullie om het te weten. Maar echt, het is niet dat ik denk gewoon... wauw, wat een prachtige foundation. Ik ga €80 betalen. Nee, echt absoluut niet. Ik vind dat echt absurd duur. Ik moet ook wel zeggen dat qua make-up de prijzen gaan steeds iets meer omhoog en omhoog. En het begint een beetje een punt te bereiken dat het een beetje absurd wordt. Het wordt een beetje belachelijk. Dat ik af en toe gewoon denk van, oh my god, het is make-up jongens. Wat zijn we met z'n allen aan het doen? Dit zijn echt prijzen waarvan je denkt, dit is echt gewoon absurd. En dat heb ik dus ook een beetje met die foundation. Maar ja, het is wel Tom Ford, dus wat verwacht je anders? Wat ga ik doen met de lippen? Ik denk gewoon een matte liquid lipstick. Ik gebruik zoals altijd mijn Sweetie Lip Pencil van Morphe en een Maybelline Superstay Matte Ink in de kleur nummer 5 Loyalist. Het laatste product die ik niet ga kopen zijn die grote oogschaduwpaletten van Revolution. Altijd wanneer ik zo een groot oogschaduwpalet zie, neig ik al naar nee, omdat de kwaliteit gewoon vaak niet goed is. Vooral als ze ook nog eens betaalbaar zijn en het zijn zoveel kleuren, dan kan het gewoon niet zijn dat ze veel aandacht hebben besteed aan de kwaliteit. Want anders kunnen ze het niet verkopen voor die prijs met zoveel kleuren. Dus vandaar dat ik dat soort paletjes eigenlijk nooit koop. Ik heb het wel eens gekocht en de kwaliteit was ook gewoon slecht. Dus het is gewoon echt zo. Ik ga even mijn lippen doen, want ik kan niet praten en mijn lippen doen. En
als setting spray gebruik ik mijn All Nighter van Urban Decay. Want mijn make-up moet lang goed blijven zitten vandaag. En het is pas 12 uur. Nou, dit is echt voor mij een look die ik zou maken als ik gewoon iets leuks ga doen of whatever. Nou jongens, dat was dan het einde van de video. Wat vinden we van de make-up look? Ik vind het echt super mooi. Alle producten die ik vandaag heb gebruikt zijn allemaal fantastisch. Echt geld waard. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ook al was het een beetje een soort van negatief-achtige video, hoop ik toch dat iedereen een beetje blij is geworden vandaag. Want ik maak mijn video's echt vooral om jullie te entertainen. Dit zijn dus alle make-up producten die ik persoonlijk niet ga kopen. Als er vandaag iets bij zat waarvan jij denkt, ja maar ik vind die wel mooi. Ik heb die, ik vind het fijn, whatever. Echt helemaal top voor jou. Dit is echt gewoon mijn persoonlijke mening, mijn persoonlijke smaak. En ja, niet alle make-up is helaas voor iedereen. Heb ik nou vandaag iets genoemd wat jij al hebt in huis en je vindt het super goed en je hebt echt iets van Sarah? Het is echt niet waar wat je denkt. Het is echt super goed. Je moet het echt kopen. Let me know beneden in de comments, want dan ga ik er toch misschien als nog over nadenken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!